Goedemorgen, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Het is nu... Even kijken hoe laat het is. Het is nu 11:27. Dit is wat ik draag. Mijn nieuwe Levi's shirtje. Mijn Zara broek. En mijn Adidas schoenen. Maar ik ga denk ik toch wat anders aan trekken straks. Omdat het lekker weer is. Vandaag. Dus ik ga nu boodschappen doen met mijn moeder. Eerst even mijn haar fixen. Mijn tanden doen. En dan ga ik voor een decadent ontbijt. Ga ik naar de supermarkt. Dus. Nou, het is nu wat later op de dag. En het is lekker weer. Dus we zitten lekker in de tuin. Het ligt lekker hier. Mijn telefoon ligt daar. Mijn aderink ligt daar. Kijk! En daar ligt mijn katje. Wee! Hoe cute. Dus ik ga lekker liggen. Yeah. Oké, het is nu om 4:55. Denk ik. Ja, 5:00. En ik ga lekker chillen in de tuin. Mijn kat ligt daar. Ginger! Hallo, schatje. Hey! Hallo, lieverd. Hallo, lekker ding. Ik ga dus nu nog even in de tuin zitten. En we hebben nu een fontein. We hebben nu een soort douche. Kijk. Hoe chill is dit? Dus ik ga de camera even op de trap zetten en dan ga ik even met dit spelen. En inmiddels is mijn kat daar gaan liggen. Kijk hoe cute. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Het is nu 11:33. Ik heb zometeen met mijn moeder een afspraak bij de bank. En daarna ga ik met mijn moeder lunchen. En dat wordt super leuk. Dit is wat ik aan heb. Mijn nieuwe Zara trui die jullie hebben kunnen zien in de shoplog. Die verwerkt zat in de vlog van het weekend. Die super goed bekeken is. Maar dat over terzijde. Mijn Zara broek en nog geen schoenen. Maar ik denk dat ik mijn Adidas aan ga doen. En er zit hier een spin. Het is wel super lekker weer buiten. Maar ik moet even die bankdingetjes regelen. En dan ga ik lekker in de zon zitten. En eerst even ontbijten, want dat moet ik wel doen. Dus, let's go. Onderweg met mama, we zitten in de auto. En we gaan nu naar de bank. Het is nu 11:40. En ik zie jullie zo weer. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En het is nu... Even kijken... 10:38 en ik ben mijn spullen aan het inpakken, want ik ga zo meteen naar Rotterdam toe. Ik heb afgesproken met Sophie om even lekker weer te gaan winkelen. En ik heb er echt gemist, want ik heb haar zo lang niet gezien. Ik ben nu mijn spullen hier aan het pakken. Telefoon, natuurlijk mijn hoes en mijn portemonnee. En een flesje water, want ik heb niet meer in de stad te kopen. En dan zie ik jullie zo weer. Ik ben nu bij Breakaway en ik heb een bananenmilkshake en Sophie heeft een raspberry milkshake. Dus we gaan drinken, yay! Oké, het is nu 10:12. Wow, ik kan niet eens mijn klok kijken. Het is 10:12, ik ga lekker slapen. En het was super gezellig in de stad met Sophie. Ik heb niet zo heel veel gefilmd. In de stad met Sophie, omdat Sophie niet echt op de camera wil. En ik heb haar zo lang niet gezien. Dat ik gewoon wat tijd met haar wil doorbrengen. Ik heb wat leuke dingetjes gekocht. Bij onder andere Poel en Beer. Zara. Ik koop te veel bij Zara laatste tijd. Maakt niet uit. En bij America Today. Dat ik jullie wel gewoon deze week vlog zien. Maar morgen. Ik ga nu lekker slapen. En ik zie jullie morgen weer. Morgen, het is vandaag zaterdag en ik zit in de tuin. Ik
heb kibbeling. En mijn Starbucks Frappuccino gehaald. En ondertussen ga ik lekker vlogs kijken in de tuin. En hier is mijn kat aan het chillen. En ik ga lekker eten. Peace. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ik ga vandaag naar een hotel toe van mijn vader. Ik plak het deze keer wel in de weekvlog. Omdat de weekvlog is niet zo lang. Dus ik plak het gewoon deze week erbij. Mijn spullen aan het inpakken weer. Ik neem deze tas mee. Ik heb trouwens heel vaak de vraag gekregen waarvan ik deze tas heb gekocht. En dit is van het merk Casual Club. En deze heb ik al iets van 2,5 jaar. En er gaan nog best wel veel in. En mijn 94 bag gaat ook mee. Dus ik ga even mijn spullen bij elkaar pakken. En dan ga ik naar beneden, want mijn vader is er waarschijnlijk al. Dus ik zie jullie zo weer. Nou, we zijn dus nu onderweg naar het hotel Van der Valk in Middelburg. En dat ligt in Zeeland. Voor de mensen die dat niet weten. En het is weer een mooie, prachtige dag. En ik heb er zin in. Yay! En we gaan nu verder rijden. Dus tot zo. We zijn aangekomen bij het hotel en dit is Hotel Middelburg en dit is de buitenkant en het is echt heel mooi volgens mij. We gaan zo lekker naar binnen en inchecken en daarna gaan we daar is een heel groot winkelcentrum, dus daar gaan we zo even heen met achtbanen en zo, super chill. En dit is het hotel waar we slapen. Nou, we zijn aangekomen in de hotelkamer. We hebben kamer nummer 4. En ik ga jullie nu een mini room tour geven. Als je komt, is dit je uitzicht. Nou, als hier liggen als eerst de tassen. Hier de kaartjes. Oké, dit is de wc. Niet zo heel bijzonder. Dit is de badkamer. Met een bad. Een regendouche en weer zo'n douche-ding. Wat is de spiegel, de wasbak, hier wat beauty producten, dezelfde die we vorige keer ook kregen. Nou, deze awesome smal zo'n spiegel, de föhn, stopcontact, handdoeken. Nou, hier zit een kast met wat extra dekens, kussens en niet dat we deze heel erg gaan gebruiken. Want vooral, we deven gewoon uit de huid, dus dit is echt ons kledinghokje en zo. Nou, hier heb je weer een waterkoker, wat koffiedingetjes. Dit is een Twitter en Facebook. Hier heb je dan zeg maar water. En hier zit gewoon een kastje. En een koeling ding. Dan heb je hier een spiegel. Dus hier kan je gewoon een outfit doen. Trouwens, ik laat je even weten wat mijn outfit was. Mijn witte Levi's shirt, ja. Mijn vest komt van Zara. Mijn broek komt van Zara. En mijn fans. Nou, dit bureau met mijn mobiel, mijn zonnebril en een televisie. En dan draaien we ons om. En dan zijn dit de bedden. Ik slaap hier. Mijn zusje slaapt daar. Mijn pa slaapt daar. En wat ik wel heel mooi vind is zeg maar dit. Dat je zo'n inhaming hebt in een bed ofzo. En dit is dan ook het schilderij. Super mooi. En hier heb je een zithoek. En dit is ons uitzicht. Daar heb je een restaurant. Of een golfclub. We zitten gewoon op een golfbaan. En hier kan je gewoon laden en lossen en zo. Super nice. En dan was dit alles van de kamer.
we gaan hier lekker slapen. Voor de mensen die niet weten waar we zijn. We zijn in Middelburg. En dat ligt in Zeeland. En ja, we gaan lekker een leuk weekend of weekenddagje tegemoet. Wat deed ik vorige keer ook in de vlog? Ben ik de enige die dit doet? Oei. Hotelkamers. Yeah, ik hou er echt van, hè. Ik ben echt zo'n hotel iemand die gewoon heel vaak gewoon naar hotels wilt gaan en zo. En dat is super nice. Dus, ik zie jullie zo weer. Nou, we staan dus nu bij de Mac, maar we reden richting de Mac. En we werden gewoon aangereden. En de auto is gewoon helemaal bijna kapot. En ik ga jullie het nu laten zien. Oké, nou hier begint het al met zo'n streep. En hier zo. En dan komt het klappertje. Dit is dus helemaal kapot. Dit ding. Dit is tegen het raampje aangeknald. En ik ga hier nu de auto open doen. Nou, de auto die ziet er dus als volgt uit. Heel de ding ligt helemaal vol met glas. Dit ligt helemaal vol. Bij mijn pa ligt het helemaal vol. Daarachter, nou, het lag gewoon overal. En balen. Dit. Echt fucking kut. Oh, dat is echt niet leuk dit. Maar het had wel erg gekund, want er zit nu hier ook ergens. Daar zit ook een krasje op het raam. En dat is natuurlijk ook nog kutter. We zitten dus nu weer in het café, zeg maar. En we hebben weer wat chocolademelk, net als de vorige vlog. Maar dat heeft er zijn. En we hebben weer slagroom erbij in het vlog. Ze hebben hier ook kunst en ik denk dat dit een donut is. Een donut! En moet je verder lopen. Oké, kijk. En dit is haar! Yay! Oké, het is nu 10:50 en we zijn nog even een serie aan het kijken, CSI. Maar voor de rest ga ik niets meer boeiends doen. Dus ik sluit deze weekvlog af. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie volgende week maandag weer bij een nieuwe weekvlog. En die start gewoon weer lekker in het hotel. Dus tot volgende week. Doei.